Hallo, liefste waterman. Welkom. Jij riep mij als tweede teken om te doen. Dus, we gaan dat gewoon doen. Ik had toch geen strategie. En nu wel, want we hebben al één reading gedaan. Dus we beginnen vanuit een boekje. En dat noemt 1000 wegen naar verlichting. Ik heb dat gekregen van mijn buurvrouw. En ik vond dat heel leuk om daarmee te starten. Wat is zo uw zinnetje, uw aanpak voor 2024? Hè? Waterman. Waterman. Zorg ervoor dat je veilig aan de overkant van de rivier bent voor je de krokodillen uitscheldt. Oké. Zorg ervoor dat je veilig aan de overkant bent van de rivier voor je de krokodillen uitscheldt. Oké. Dat gaat een beetje over... Het komt erop neer dat dit een zegswijze is die dat u wijst op niet impulsief handelen. Het vel van de beer niet verkopen voor het geschoten is. Dat is een beetje hetzelfde. Maar toch anders. Maar het is gelijkaardig, maar het is toch anders. Dit gaat echt over... Wees voorzichtig met uw woorden. Voordat je het hele plaatje hebt. Voordat je het helemaal begrijpt. Wees voorzichtig met je woorden. Dat is één ding. En ook, take your... neem je voorzorgen. Ik voel ook zo, focus. Focus je op iets. Focus je op aan de overkant geraken. Dat is het belangrijkste eigenlijk, hoe dat je daar geraakt. En al de rest daartoe en wie daarop kijkt of mee te maken heeft, dat boeit eigenlijk niet. Je moet gewoon aan de overkant geraken. Dus, we gaan eens zien wat dat betekent. Wat zijn de thema's voor de watermannen in 2024? De Akashic Records. In dit geval de Akashic Stairway. Dat wil zeggen past lives. Dreamtime, astral travel, beetje van alles. Is er nog een thema dat belangrijk is voor de watermannen in 2024? Oké. Is er nog iets dat we moeten bespreken voor de watermannen? Ja, ik moet me even hierop focussen, zeggen ze. Maar we krijgen nog een kaart die erbij valt en dat is die Manikari. Dus je bent hier wel eigenlijk een soort van grote les aan het voltrekken. Wordt toch van u verwacht? Ga je dat doen, ja of nee? Ja, dat hangt van u af, maar je wordt daar wel heel hard op gehamerd. Dus we gaan eens zien. De Akashic Stairway. Wat houdt dat in voor de watermannen die gaan kijken naar deze reading van 2024? Oeh, de Emperor. Controle nemen over uw leven. Oeh, spannend. De Emperor is controle. De Emperor is oppermachtig. Dat is een leider die zit op zijn troon en die heerst. Dus ik voel iets over controle nemen, leiderschap. Nu, waarom? Aangezien hier de Akashic Stairway valt, heeft dat te maken met een les dat je niet hebt doorgevoerd in een ander leven. Dus er wordt van u verwacht dat jij leiding neemt, leider wordt. Zelfs als u je afschrikt. Zelfs als je denkt dat je er niet klaar voor bent. Er is iets in u dat ook heel graag doet, leiding nemen. Dus, er is iets in u, moet ik zeggen, dat ervoor gemaakt is om leiding te nemen. Dus dat wil zeggen dat, ook al denkt jij van niet, jij weet het niet beter. Uw ziel heeft hiervoor gekozen. Uw ziel wilt groeien, dat is heel duidelijk. Oké. Controle nemen over uw leven. We gaan daar verder op in. Hè? Dus wat betekent die een emperor hier? En ook controle wegnemen van anderen die het nog hebben over u. Dus het grote thema is ook wel echt controle in zijn totaliteit. Leiding in zijn totaliteit. Wat betekent de emperor hier? Oké, ik hoor niks of niemand mag u tegenhouden om te gaan voor wat je wilt gaan. Om je droom waar te maken. Niks of niemand mag je tegenhouden. Kijk, de zon en de Nine of Cups, dat is ultiem... Ja, dat is gewoon wish fulfillment. Kijk, ik moet eigenlijk zeggen, waterman, je hebt verlangens. Is het een job? Is het een lief?
Is het een nieuwe school, cursus ergens beginnen? Je hebt een verlangen. Je moet dat verlangen als je focus zien in 2024. Dus je hangt dat ergens op een prikbord, je hangt dat ergens in je keuken, je hangt dat boven je kop elke keer als je wakker wordt. Maar dat moet daar zijn en je moet daarvoor blijven gaan. Er is een idee dat je hebt van wat je ooit wilt doen. Er is een idee dat je iets wilt bereiken. En ik voel dus met dit, met die Five of Swords in Reverse, dat is conflict, dat is ruzie. Dat is wegwandelen van situaties. Dat wil dus zeggen, uit je hoofd hierover, in je lijf. U niet vergelijken met andere mensen. Niet wachten op andere mensen hun toestemming hiervoor. Niet wachten op andere mensen hun mening. Jij moet dit waarmaken. Dus er is hier iets waarvan dat je duidelijk in conflict moet wegwandelen. Is het in jezelf in conflict, met iemand anders in conflict? Je moet gaan. Je moet op je doel afgaan. Je hebt een doel. En voor iedereen is dat iets totaal anders. Je weet, we kijken veel watermannen. Maar als het je gelukkig maakt, dan moet niemand anders daar een mening over hebben. Dat is superbelangrijk. En weet je wat dat grappig is? Een waterman in C is daar niet mee bezig. Dus dit gaat iets zijn dat toch heel past life triggerend is, waar een angst op zit of zo. Want een waterman laat zich niet tegenhouden door niks of niemand. Dus daarmee ook dat die Akashic Stairway daar zo bij komt van dit is iets. Je hebt dat niet in een vorig leven kunnen verwezenlijken. Dat is een wonde daar geweest. But not this time. Dus, ga er maar voor, hoor ik. Doe het maar. En waarom ook? Omdat het mooi gaat zijn. Het gaat wel goed uitdraaien. Vallen en opstaan, dat hoor ik. Vallen en opstaan. Gewoon gaan. Dat gaat niet altijd van een leien dakje eerst gaan. Maar als je het niet doet, dan gaat het ook niet. Dan gaat het ook niet weten. Dus je hebt een full-on ja van je spirit guide. Nog iets dat ik over moet vertellen? Mossig. Kei mooi jong. Dat is materieel welzijn, financieel welzijn. It's gonna be beautiful. En dat is ook een beetje... De waterman is iets minder emotioneel gericht. En de doel zal dus waarschijnlijk ook veel meer carrière gericht zijn. Money mindset, weet je? Zorgen voor het gezin, zo die dingen. Dat is ook een gezin dat hierop staat. Dus ja, dus dat is zo wat... Alles daar, met dat doel heeft daarmee te maken. En dat is oké. Okay. Dat is goed, dat mag. En dat gaat goed uitdraaien. En dat mag je focus zijn. En ik moet ook zeggen, doe het voor u. Doe het voor u. Doe het voor niemand anders. Je moet het eigenlijk niet doen voor het gezin of de mensen rondom je. Opnieuw, je moet het doen voor u. Als het u blij maakt, als jij zoiets hebt van, ik wil daaruit leren. Ik wil dat aangaan. Ik ben nieuwsgierig. Er is ook een aspect, want ze leiden mij naar het innerlijke kind. Er is een aspect van deze situatie waarvoor dat je dan gaat... Dat ook je innerlijke kind terug wakker maakt om te gaan spelen. Dus je mocht je niet inhouden. Je moet spelen. Speel, speel, speel. Dan, Maninkari. Over wat gaat Maninkari? Heeft dat daar ook mee te maken? Dan heb je de ster. Oké. Okay. Dus, spirit, God, universele liefde, hoop. Er is hier iets dat je voltrekt rond spiritualiteit. Dus een diepe connectie met spiritualiteit aangaan. Durven u erin verdiepen, durven erin duiken, durven weten dat er een team is dat u begeleidt, durven hopen op meer, durven dromen op meer, durven positief blijven. Voor anderen voel ik ook dat er iemand anders is dat u iets gaat komen leren. Dus voor bepaalde watermannen gaat er een ziel zijn die u iets komt leren specifiek. Dat is heel Piscean energy eigenlijk, want dat is de ster, dus dat is ether. Dat is de kosmos. Dus dit is een meesterenergie. Dat is een meester. En iets of iemand komt u iets leren. Ancestors. Overleden personen. Nieuwe babyzieltjes. Er is iets of iemand die naast u komt om u dit te helpen doen. Om u te helpen een nieuwe versie van uzelf te worden. Om u veel positiever in het leven te doen staan. Om u veel meer... Dat ding komt u ook gewoon herinneren aan uw dromen. Mooi. Nog iets? Voor de waterman. Ja, dus 2024 voor u is emotioneel. Emotioneel beladen. Een kwetsbaar jaar. Heel kwetsbaar. Ik voel u fragiel worden. Iets wat de waterman normaal niet is. Je wordt fragiel, je wordt kwetsbaar, je wordt een beetje onzeker. Allemaal om u eigenlijk... in een nieuwe leiderschap
te doen stappen op een of andere manier. Dus ik hoor ook zo, gedaan met te veel nadenken. Gedaan met wikken en wegen, hoe of wat. Je kunt dit blijven analyseren, maar je gaat er niet uitkomen. Want dit is iets, dat is een thema in je leven waar dat je voor staat. Dat heeft te maken met gevoel. Dat heeft te maken met het hart. Dat heeft te maken met een droom. Dat heeft te maken met groei. Dus hier, je krijgt letterlijk je twee money kaarten. De zekerheden staan full on reverse. Dat is vergeet het. Hè. Je moet je daar niet mee bezighouden. Jij leert ook effectief afstand doen van financiële onzekerheden. Omdat dit alleen maar emotioneel is en het hart betreft. Je kunt niet anders dan ervoor gaan. Dus je moet dat loslaten. Het leven is niet zeker. Nooit. Allee, in de ogen van de mens. Jij als tunnelvisie op je eigen pad. Daar is niks zeker. Dat is ook de bedoeling. Om dat zo te beleven en om te springen en te vallen. En je te laten opvangen door God en de handen van het universum. Dus je moet leren vertrouwen echt. Leren vertrouwen. Ja. Dat moet ik dus zeggen, hè, tegen jullie. Dus je hoeft hier ook geen strategie voor te pakken. Je moet gewoon aannemen wat het universum u presenteert. Dan, wat is hier een thema voor jullie? Oh my god, maat. Jullie gaan hard. De ring van de 11. Nieuwe vaardigheden, vooruitgaande training en snelle verbeteringen. Dus dit is een spoedcursus, en mateke. Ik ben serieus, want dat is een zotte kaart. Maar jullie ondergaan een spoedcursus. Het is mijn taak om de groeiende wereld te scheppen. In mijn wereld verandert alles. Het gevaar bestaat dat de bomen worden ontworteld, dat de dieren weggaan. De bloemen en de grassprieten vertellen mij op welke manier ik er mee moet omgaan, moet overleven en groeien. Dus ook al lijkt het grappig, alsof we hier een show opvoeren... We leren nu hoe we vrij kunnen zijn, veilig kunnen behouden worden wanneer de machines opdoemen. We zullen nooit opgeven. We zullen oefenen, leren en de vijand begrijpen. Doen wat er moet worden gedaan om onze vrienden te redden. De gedaanteverwisselaars helpen ons nu om onszelf te ontwikkelen. En we kunnen verzekeren dat ook jij moet blijven groeien en nieuwe vaardigheden moet leren. En in feite moet je gewoon blijven oefenen om in deze veranderende wereld te kunnen leven. Word niet bezadigd en lui of zelfvoldaan. Kom tot leven. Voel de opwinding van het oefenen, van het leren van nieuwe bekwaamheden. Oefen tot je benen en je handen en je ogen pijn doen. Dan heb je eten en slaap verdiend. Net zoals wij. Nieuwe bekwaamheden leren. Vooruitgang voor wat betreft je talenten, je reacties en je gevoel verscherpen. Discipline, structuur. Je staat op het punt om een cursus te gaan doen, opnieuw te studeren of de kunst onder de knie te krijgen van iets waar jij verlangend naar uitkijkt. Er bestaat een belangrijk examen, een belangrijke test van jouw bekwaamheden. Eindexamen of afstudeerscriptie. Sollicitatiegesprekken. Ben jij geschikt voor deze taak, de rol of het beroep? Je moet de huidige bekwaamheden die je hebt opfrissen om de dingen te veranderen. Ze zijn veranderend, ze zullen blijven veranderen. Dit zal jou opwinden en je uitdagen en je zult plezier hebben in het doen. Het doel ontdekken van het leren van nieuwe bekwaamheden. De cursus zal te maken hebben met gezondheid, met betovering, gevoel, alertheid, het milieu, financiën, spaargelden en investeringen. Hoe flexibeler en bedrevener jij op dit gebied wordt, hoe verbazingwekkender jouw leven zal zijn. Iedere dag. Dus train, werk hard, hou je hoofd koel. Je krijgt spoedig de kans om te laten zien waarom jij deze nieuwe bekwaamheden zo belangrijk acht. Waarom ze vitaal zijn en niet alleen voor jou. Wauw, ik ben excited. Dus watermannetjes. Je mocht echt eens even zien naar ook de afbeelding. Hè? Want je zit hier in een circus, je bent van alles nieuw aan het leren, het is eng. Er is emotioneel een aspect bij betrokken dat je het wilt, dat je het graag doet, dat je het je ziet doen, dat je droomt, dat je durft dromen. Dus ga ervoor. Spring in het diepe. Spring. Ik heb het gevoel dat ik echt zo u moet duwen van de rand en zo val. Laat u vallen, laat u gaan. En zie waar je eindigt. En ik ben er heel goed in, hè. Als Excel zijn. In vallen. Dus ik hoop dat je springt. Ik hoop dat je valt. Ik hoop dat je... Want het is duidelijk, het is keigoed voor u. Er is niks anders dan een happy end hieraan. Dat is een belofte. Als je hier durft ingaan, dan wordt het alleen maar mooi. Eigenlijk komt het erop neer, voel ik,
Dat ik moet zeggen dat waar je staat op dit moment, dat is een overgangsfase. En je voelt dat ook in je systeem. Dus je voelt van, ik wil andere dingen. En dat kan echt alles zijn, hè. Maar je voelt gewoon iets wringen. En je wilt meer. Meer. De waterman wil meer. Als je meer wilt, zult ook meer moeten doen. Als je meer wilt, zult je uit je comfortzone moeten komen. Ja. Ik ga nu even kijken. Voor de liefde. Voor de waterman in 2024. Wat willen jullie zeggen tegen de watermannen? King of Swords. Eerlijkheid. Eerlijkheid. Betrokkenheid was eigenlijk het woord dat ik eerder hoorde. Betrokkenheid, eerlijkheid. Communicatie, vaardigheden. Dan krijg ik dat weer, maar dat had hier al staan. Communicatie, vaardigheden, eerlijkheid, betrokkenheid. Dus dat is belangrijk in de liefde. Nog iets dat jullie daarover willen zeggen? Voor sommige single mensen moet ik zeggen dat voor de waterman echt iemand nieuw komt ook in 2024. Dus als je niemand hebt op dit moment, komt er iemand nieuw. En dan moet ik dus ook zeggen, hier, voilà. Voor die single watermannen, je kunt hier ook, ik moet zeggen, geen strategieën. Geen strategieën, geen spelletjes, gewoon voelen. Is dat een persoon of mij, voor mij, ja of nee? Moet ik daarvoor gaan, ja of nee? Geen spelletjes spelen, geen machtsposities innemen, geen gebruik van uw waterman-godcomplex. Nee. Kwetsbaar worden. Dit jaar voor u is een jaar van onzekerheden. Van durven onzeker staan en toch voelen, het is juist wat ik aan het doen ben. Het is juist wat ik aan het doen ben. Is het in de liefde, carrière? Het is juist, het is moeilijk, het is eng, maar ik doe het. Dit maakt u, dit jaar maakt u sterker. Dus, dat is voor de liefde. Dan, voor werk dan, algemeen, is er iets over het werk dat ze moeten weten, de watermannen. Voilà. Je krijgt wel de Three of Swords in reverse, dus dat is effectief rouwen. Rouwen om de persoon die je was. Rouwen om de dingen die je verliest. Rouwen om de dingen die je verliest bij het maken van de keuze voor jezelf. Dus er zijn dingen die je gaat verliezen. Een oude manier van zijn, een oude manier van denken, je oude ik. Als je van werk verandert, oude vriendschap, oude collega's. Dus er is een rouwproces bij betrokken. Maar het is een soort van, ja, gewoon afscheid. Het is niet diep. Ik voel daar geen diepe pijn bij of zo. Het is echt gewoon zo, dag. Dag, ik pak een andere bus. Doei. Het is eigenlijk gewoon dat. Dus het is niet diep. Het is niet kei pijnlijk. Gewoon rouwen. Gewoon voelen. Durven doorvoelen. Durven afscheid nemen. Nog iets. Oké, en dan moet ik zeggen, niet te snel. Niet te snel gaan. Niet te snel willen zijn. Dit is een proces. En dit is voor u, 2024, de reis. Niet de bestemming. Het is vooral het leren van die nieuwe vaardigheden, dat circus instappen, dat is belangrijk. Maar welke artiest dat je wordt in dat circus, of je nu de zeehond bent met de bal op zijn neus, of de leeuw die door de cirkel gaat van vuur, it doesn't matter. Je leert van alles een beetje. En de uitkomst, die kunt jij nog niet zien. Waarom dat je dit voelt, dat je dit allemaal wilt doen, dat weet je eigenlijk ook nog niet. Er is een uitkomst daarvan, iets waar dat je binnenpakt 2, 3, 4, 5 jaar moet staan. En daarom ben je dit aan het doen. Die bestemming, dat wordt je nog niet laten gezien. Dus ik moet echt zeggen, niet te snel gaan. Gewoon genieten van het proces. Gewoon bijleren. Niet forceren. Je moet bestuderen, observeren, maar niet forceren. Oké. Ik voel zoveel mooiheid, zoveel... Eigenlijk, wat jij wel embodied in 2024 is eigenlijk ja, de slang. Hè? Het oude vel dat vervelt en jij die een nieuwe richting durft opgaan voor jezelf. Ik moet ook zeggen, als je het niet gaat doen, hè, want ik weet niet, is het nu liefde, is het carrière? En voor iedereen is dat iets heel specifiek. Maar als jij kijkt, jij luistert, jij denkt, ja, dat gaat daarover. Als je het niet gaat doen... Weet dan gewoon dat het gaat wringen. Dus ik voel dat ik dat moet zeggen. Als je het niet gaat doen, het gaat wringen. Je gaat ongemakkelijk zitten. Je gaat niet meer graag opstaan. Je gaat gefrustreerd zijn. Voilà. Oké. Okay. Nu moet ik terug, zeggen ze, naar die zin hier gaan. Het belangrijkste is dus dat je aan de overkant geraakt. Zonder dat je de krokodillen uitschilt. Nu snap ik het. Je moet gewoon... in dat circus springen,
en die nieuwvaardigheden opdoen. Dat is het belangrijkste. Als je het niet gaat doen, dan ga je waarschijnlijk gefrustreerd raken. Al die krokodillen rondom je uitschelden en mensen blamen en je vergelijken. En dan ga je op een lelijke manier aan die overkant uiteindelijk geraken. Dat is niet de bedoeling. Ik snap echt de energie van de zin nu heel hard. Dus je moet gewoon aan de overkant geraken. Je moet andere mensen daar niet bij betrekken. Dit is voor u. Dus zen, kies, plak dat overal op. Dat is uw doel. Daar gaat je naartoe. En je wijkt er niet vanaf. Dus eigenlijk voel ik ook... Je zit in een overgang. Deze plek, dat is het niet 100%. Deze jobke of deze liefde waar je in zit. Of deze... Ja, er is een energie rondom je alleszins die gewoon klaar is met je iets te leren. Je moet het zo zien. Er is een energie en dat is klaar. Je kunt daar eigenlijk niks meer leren. Je loopt daar op een doodlopend einde. En je wilt vooral... je bent aan het graven. Je wilt eigenlijk een deur vinden, een tunnel vinden. Dat gaat alleen als je dus durft springen en vallen. En dan kom je wel terecht in dat nieuwe stuk, in die nieuwe energie. Oké. Aartsengel Michael, willen jullie iets zeggen tegen de watermannen? Vraag hulp in deze situatie. Dus vertrouwen en vrede zie ik hier. Dus vraag hulp. Vraag hulp aan boven. Ik keek net naar de klok, 21:21. Vraag hulp. Durf. Hier. Jij en je dierbaren zijn beschermd. Dus bij de keuze die dat je gaat maken, geen zorgen over maken. Aartsengel Michael beschermt u en uw dierbaren. Dankjewel dat je over mij en mijn dierbaren waakt. Help mij om mezelf veilig te voelen en vol vrede. En vervul mij met vertrouwen, zodat ik mij op mijn prioriteiten kan richten en van een gezond en gelukkig leven kan genieten. Voilà. Watermannen, geen zorgen maken. Alles komt goed. Trek je zwempak aan, hoor ik. Dus in de zin van, ga ervoor. Het wordt een wilde storm, maar het wordt een goede, leuke storm. Dan voel ik ook dat ik hier moet gaan. Dus waarmee moeten ze hen bezighouden? Ik krijg hier ook school. School. Loslaten. Loslaten. Dus let go of the situation in order to resolve it. School. The answer you're seeking involves going to school. Je moet dat niet letterlijk nemen. Dat kan ook gewoon effectief over die nieuwe vaardigheden, nieuwe training. Het gaat er gewoon om, jij wilt iets nieuws leren. Jij wilt iets nieuw. Writing. You heal, inspire and teach with the words you write. Dus als ik writing krijg, is dat voor echt duidelijk te maken. Als je iets moet loslaten, schrijf daar een brief naar, verbrand dat. Journal, schrijf je gevoelens neer. Dus het is eigenlijk een soort van helpen om je te doen verwerken. En dan natuurlijk voor sommigen, stel je voor dat hier een waterman zit die echt graag een boek wil schrijven, bij wijze van spreken. Of zijn eigen cursus wilt neerbrengen. Ja, dan mocht je writing wel letterlijk nemen. Maar vaak is dit een hulpmiddel om te verwerken. Nog iets? You're on the right path. Dus, belangrijk. Keep doing what you're doing. Because it's working. Dus, you're on the right path is altijd een confirmatie van de keuzes die je gaat maken, die je voelt in je hart dat je gaat maken, die zijn juist. Dus, ik hoor ook nu, don't back down. Don't back down. Vooruit. Rechtdoor. Ik moet u echt zo precies van de fucking berg af doen. Je kan het. Je kan het. Je bent ook voor meer bestemd, hè? Ja. Oké, we gaan hier een steen bij pakken. Een steen die u kan helpen om hier gewoon sneller door te gaan. We hebben, tuurlijk. De carniool, dat is de schub onder uw putsteen. Ja, you need it. Vuur, is mannelijke power, focus. Labradoriet, dat is bescherming van negatieve energie, maar ook bescherming van negatieve gedachten en wanhoop. Dat is een balancerende energie vaak, om je gewoon in je centrum te houden. Hè? Dus dat is die. En dan heb je ook black tourmalijn en dat is gegrond. Aards. Hier en nu. Dat is negatieve straling weghouden, wifi weghouden. Dat is echt paniek weghouden. Dus voilà, die ga jij kunnen gebruiken. Gegronde, duidelijke, gerichte beslissingen. Is er hier nog iets dat hij moet loslaten? Waar moet hij naartoe gaan, de waterman?
surrender, a stubbornness. Dus wees niet koppig. If you are tensing up or taking a rigid stance about something, gently observe yourself and become more yielding. This will help you communicate lovingly with others and yourself. Dus, het ging ook over communicatie. Duidelijk, eerlijk, rechtlijnig. Niet rond de pot draaien en niet koppig zijn. Gewoon eerlijk zijn. Eerlijke communicatie. Eerlijk over uw gevoel. Dan, nog advies voor de waterman. Wauw, je hebt eigenlijk dus het geloofssysteem en dat zegt, ik kan zo niet verder. I cannot go on. Dat kan heel negatief zijn, dat kan ook in paniek zijn, want ik kan echt niet verder zo. En dat moet veranderen naar my heart is light. Dus je moet eigenlijk leren altijd jezelf te upliften. Hold space for all the feelings you have and honor them and be with them. And then the burden will be lightened. Dus je moet alles voelen dit jaar. Alles voelen, 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 voelen. Niet weglopen van. En zeker niet denken, I cannot go on. Als je dat voelt van, oh, ik kan zo niet verder. Weet je wat ze dan zeggen? Oké, verander je richting dan gewoon. Verander dan gewoon van richting. Als je hier niet verder kunt, gelijk ik zie dat je in een doodlopend spoor zit ergens. Verander dan gewoon. Doe dat gewoon niet anders. Nog iets? Nog iets voor de waterman. Je krijgt nog een kaart. What is the point of it all? Zeg, dat is allemaal wel een beetje dramatisch, hè, waterman. Alsjeblieft, zeg. True statement. I am special. Dus je leert inzien dat je speciaal bent, dat je uniek bent, dat je bepaalde vaardigheden hebt, talenten hebt, dat je een droom hebt. Dat die droom er mag zijn, want je bent even speciaal als degene naast u. You have a unique place in this world with gifts and talents that only you can provide. Use your connection with the divine to share them. Oké. Ja, ik denk dat het duidelijk is, hè. We gaan hier niet mee ons laten sollen in 2024. We gaan onze dromen najagen. Nog eens. Is er nog een boodschapje? Healing family issues. Oeh. Your love life benefits as you forgive your parents. Komt erop neer. Ik ga dat even naast je past life stuff houden. Er is iets dat je in dit leven moet doen. Hè. Dat is leiding nemen. Dat kon je niet doen door een vorig leven. Iets dat daar misgegaan is, iets dat je daar niet gedaan hebt. In dit leven heeft dat te maken ook met je ouders. Dus, er is ergens iets. Is het je mama, is het je papa? Dat u iets geleerd heeft, wat u weerhoudt van eigenlijk keuzes te maken hier in nieuwe vaardigheden. Springen en vallen, verandering, leiderschap, controle. Dus dat zijn thema's voor u dit jaar, waar dat je dieper in de spiegel mocht kijken. En belangrijk hierbij is dus healing the family issues. Dus je mocht in jezelf afvragen, hoe komt dat ik hier voor dat doolhof sta? Wie heeft daar een invloed op? Was dat mijn mama of was dat mijn papa? Dus, your life benefits as you forgive your parents. Dus daarin moet je diep werk doen. En even gaan naar, oké, ik vergeef mijn ouders daarvoor. Ze hebben ook maar gewoon hun best gedaan. Ze hebben ook maar gewoon meegegeven wat ze dachten dat het beste was. Maar het heeft mij wel op deze manier beïnvloed. En vandaag ben ik daardoor zo. Maar dat is geen excuus. Ik ga dat aanpakken. Ik ga dat veranderen. Ik breek die curse, die generational curse. En ik doe het op mijn manier. Ik durf anders zijn. Ik durf uniek zijn. Ik durf leiding nemen. Daar komt het voor u eigenlijk op neer. Heel mooi. Je krijgt ook soulmate. This is your soulmate. Dus dit is heel simpel. Voor velen is dit een confirmatie. De persoon waarbij je bent, is uw soulmate. Dat klopt. Je hoeft daar geen vragen rond te stellen. Dat klopt. Dus wat wel mooi is, wat ik voel dat ik hierbij moet zeggen is, 2024 gaat niet zozeer gaan over liefde. Als je bij iemand bent, dan klopt dat. Dus geen vragen rond stellen. Daarstraks heb ik gezegd, ik voel dat er iemand nieuw binnenkomt die je gaat helpen leren. Heel belangrijk. Soulmate material. Gewoon aanpakken. Geen vragen rond stellen. Liefde-wise is er voor u geen vraag in 2024. Alles draait over wie ben ik, wat kan ik en waar moet ik naartoe. En dan eindigen we met een eindkaart voor deze prachtige reading van de waterman. De dansende kraanvogel beweegt zich elegant en gracieus door het water en het modderige moeras.
Er zijn perioden dat de astrale wateren van ons emotionele leven tot stilstand komen en baat hebben bij beweging en gratie en schoonheid. De kraanvogel herinnert je eraan dat geluid helend kan zijn. Kijk hoe beweging, geluid en schoonheid jou kunnen helpen helen en je kunnen bevrijden van oude emoties, zodat jij kunt stralen en je bevrijd voelt. Dus belangrijk, gelijk ik zeg, voelen in 2024. Voelen door voelen. Laat u helpen als je het niet kunt alleen. Meditatie, beweging, dus sport, dus goed gaan lopen, stilte. Zoek uw manieren om eigenlijk om te gaan met het proces waar je in zit. En bevrijd u van de emoties, zodat ze niet de bovenhand nemen in uw keuzes. Maar dat je gewoon gericht uw focus kunt blijven behouden. Voilà, liefste waterman, dat was het voor jou voor 2024. Kijk zeker deze reading wanneer je voelt dat je hem nog eens nodig hebt. Kijk ook jouw maanteken en rising sign als je voelt in uw intuïtie dat dat moet. Of als de zin u aanspreekt in de titel. Ik wens u heel veel liefde, heel veel licht. En tot volgend jaar.